Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Wie heb ik bij mij? Dessert door Salina uit Tongeren. En wat zijn jouw specialiteiten in de beauty sector? Ik heb sinds 2017 mijn eigen kapsalon en sinds 2018 heb ik mijn schoonheidssalon ook geopend. Dus daar ga ik eigenlijk een beetje een combinatie maken dat mensen echt van top tot teen bij mij terecht kunnen voor een volledige behandeling. En wat hoop jij te bereiken door mee te doen aan deze verkiezing? Vooral meer ervaring, nieuwe mensen leren kennen, andere mensen in het vak leren kennen, misschien ook nieuwe producten leren kennen, nieuwe behandelingen. Eigenlijk zo, ja, mijn kennis al nog verbreden eigenlijk. Ja. Iedereen doet uiteraard mee om de titel te winnen. Als je zelf zou mogen kiezen, je wint de titel niet, voor welke andere titel zou je willen gaan? Miss Media, denk ik dan, ja. Ja. Dat is een hele leuke titel. Ja. Heb jij stress voor de finale show? Op dit moment nog niet, maar dat is altijd zo last minute dat het dan in één keer begint op te komen. Dus ik ga het gewoon op mij laten afkomen en ik ga kijken wat het is. Het gaat gewoon een heel leuke ervaring worden voor mij. En heb jij al podiumervaring? Modellenwerk of zo nog niet, maar ik heb wel toneel gedaan gehad. Dus ik heb wel een beetje publiek ervaring en zo, dus dat gaat wel, ja. En heb je een beetje podiumvrees dan of heb je schrik net voordat je op het podium moet? Dat is een gezonde schrik, dus even de gezonde spanning. Maar één keer als ik dan wel op het podium ben, dan gaat dat ook wel beter. Allee. En dat geeft je ook energie dan? Ja, zeker en vast, ja. Dat lijkt me heel mooi dan om te zien op de finale show, hè? Die energie. Ja. Oké. Veel succes alleszins en dank u voor dit interview. Het was heel vlot. Ja, dank u wel.